Hallo, goedenavond dames en heren. Wij gaan vanavond is Lies at the Gate. En vanavond is uitgenodigd om bij RTV IJsselmond op de radio te komen en wat liedjes te draaien en over onze muziek te praten. Dus take one, hè? Hoppa. Zo, hier, wat zien we allemaal doen? Hey, we gaan naar de kroeg, kijk. Klaar, ja. Heb je een kroeg gevonden hier? Lions in the lift. In onze fucking space shuttle. Space shuttle. Ja toch? RT. Heeft nog commentaar? Wat? Commentaar? Commentaar, geen commentaar. De kantine is achterin. Kijk hem. Hij gaat voor het diploma water trappen. Welkom in de kantine. 58. Yeah. Is dat koffie of zo? Koffie. Ja, koffie. De koffieautomaat. Koffiemokken staan in. We like koffie. Wat vraagt die markt per uur dan? Ik weet niet, maar Mark is heel schappelijk. Schappelijk, ja. En dan komen we, denk ik wel, dat soms gaat. Ik weet allemaal het rest van 150 euro per dag. Sorry. Ja. Is dag maximaal 40 euro. It's a cup of coffee. He likes his coffee, black, like his soul. Lekker fucking coffee, like fucking psycho. Wat je kort koffie. Koffie lang. 150 euro lang, dag lang. Ja, ik geloof ook weer. Ik heb het niet. Nou, Paul, wil je nog even voorstellen? Ik ben Paul Wisterink en ik ben de gitarist van Lions at the Gates. Nice, nice, nice. De liedgitarist. De liedgitarist. Tijdelijk dan, hè? Heeft u nog commentaar voor vanavond? Nee. Nee, geen commentaar? Nee. We zitten in de kantine. Ik ben al 4 jaar aan de methadon. Dat kun je verder niet zien. En ik zie het ook niet als een probleem. Is dat alles? Een probleem? We're entering the space shuttle. We go to planet. Abeltje en meneer Tunk. Niet meneer Trump. 3, 2, 1, lift off. Lions at the gate, pam 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 pam. Lions at the gate, pam 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 pam. Het moment van de waarheid. Ja. Hallo, ik zal me voorstellen. Hi. Dirk. Marek. Rico. Hi Rico. Rico, Marek, hoi. Hi, Claudia. We hebben een woordvoerder dadelijk. Een woordvoerder dadelijk is, zeg maar, wat ze vragen wilden, waardoor het gaat, zeg maar. Er zit eentje dadelijk, die zit dadelijk voor aan bij diegene. Ja? Er zitten, maar zullen die mensen dat allemaal bij de oren, Dirk? Die weet het ook? Of kun je geen andere geven? Ik ben geen andere geven. Ben je andere geven en waar vaak dat sterk de vraag gaat. En ik weet niet hoe dit gaat doen.
Ja, dat kan ik eventueel weer doen. Oké. Nou, en dan tweede vraag. Nog een plaatje te ruimen. Ik heb een beetje al moe. Is er ook bier? Nee, mag niet gedronken worden. Ah, wat jammer nou. Wat jammer. Vertel maar over hoe het hier gaat. Ja, nou ja, als de gasten komen, dan, dan komen de gasten zoals jij. Dan sta je hier en dan praat je wat, leg je wat uit. Of, ja, ja. Voor de rest is het niet meer als ja, de muziek aanzetten. En dan gaan we gewoon een soort praatprogramma houden, denk ik, toch? Ja. Ja, wat ja, tof. Rico stelt die vragen en dan gaan jullie op antwoorden. Ja, gaaf. Nou, dus zo ziet het eruit. Ja. Dan gaan we zo meteen zitten en dan gaat het allemaal beginnen met al deze mooie apparatuur. Even onze radioshow. Band, rockband uit Zwolle. Daar gaan we zo dadelijk nog mee in gesprek. Ze hebben werk bij zich. En daar gaan we natuurlijk naar luisteren en we gaan ze hem van het lijf vragen. Maar eerst gaan we eventjes een plaatje draaien. Dat doen we met Queens of the Stone Age en The Way You Used to Do. Doet hij nou wel of niet? Dennis. Ik hoor hem wel. Ja. Zag je het pauzeknopje bovenin, dan zit hij op pauze. Ja. Stone Age and the way you used to do. En we hebben Foo Fighters. Oké, dan zet maar open. Is dat niet open? Oké, dan we hebben dus de Queens of the Stone Age gehoord. And the way you used to do Foo Fighters, de Pretender hebben we gehoord, Alice in Chains met Stone, dat we de laatste eens gehoord hebben. Ja, ik heb het zwaar naar mijn zin hier, het is gezellig. Je hebt net al eventjes met de band gepraat, maar dat gaan we zo later doen. We gaan eerst nog eventjes verder met wat rock'n'roll songs. En ik dacht zo vaak eens even te draaien, Avenged Sevenfold en Beast and the Harder. Laat je binnenkomen rollen. Hoi, laatste trein gemist. NS, staken, storing, storm, sneeuw. Sneeuw. Snij, snij, snij. Beetje pop erop hier. Pop erop, snij het programma toch? Ja, ik doe gewoon een pop erop hier. Iedereen kan dat doen. Beetje pop erop genomen en dan hier erop. Gaaf man. Maar geldt voor iedereen die als muziek maken. Ja. Maakt ons helemaal niet uit wat. Ken je Wietse van Tol? Wietse van Tol? Ja, oké, okay, ja. Maar die woont daar in Kampenkamp. Okay. Of tijdelijk niet tijdelijk, maar sinds kort. Wat doet die, hè? Ja, dat is een volkszanger, maar dat doet Engels. Oké, okay, en die heeft u zelf begeleiding, band of zo? Ja, band. Band. Ja, nou ja, dat is goed. Ja, ik ben even daar in de zin uitgebracht. Ja, oké, okay, nou als u interesse heeft en heeft onze single hier promoten, dan moet u even contact met ons opnemen. Zal ik met jouw residentadres even doorpassen? Ja. Doe het. Nou, okay. Of dat hij ons pop drop ding kan je ook op melden. Ja, ik heb dit. Maar hij mag mij een thuis opgeven. Ja. Mijn telefoon. Ja. Oh, tof. En die heeft een single opgenomen bij de Kampenbrug toren. Oké. Okay. En dan moet je dat niet gaan appen nu, hè? Stelletje homo's. Pitpans, Pitrock en Dead End hebben we natuurlijk als laatste gehoord. Ja, ik heb het hier naar mijn zin en volgens mij de band ook wel. We gaan eventjes met z'n allen roeren.
Even te kijken wat ze te vertellen hebben. En we beginnen met de zanger, die zit hier achter de microfoon. En dan gaan we eventjes de hemd van het lijf, gaan we hem ook vooral vragen. Oké, gaan we maar eens even beginnen met wie ben jij, jongen? Nou, goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Marek Middelga. Ik ben de frontzanger van Lions at the Gate. Dus deze club mensen die hier vanavond allemaal aanwezig zijn. Ja. Wij zijn begonnen als Black Sea Wolf Gang een aantal jaar geleden. Ah ja, daar hebben jullie me al een paar keer wat over verteld. En wat was dat voor een band precies? Nou, dat was een beetje, het zat wat milk maken qua muziek. Alleen wel een aantal onenigheden binnen de groep. En oh, ja, zijn ze naam veranderd. Ja. Ja, dat is vervelend altijd. Dat gebeurt natuurlijk ook met bandjes. Nou, voetbalelftal dus of wat dan ook. Net ook met bandjes als dat niet. Klikt allemaal, dan heeft het ook geen zin om verder te gaan. Het klikt er wel, maar juist te goed, weet je wel. Oh, dat kan ook een probleem zijn natuurlijk. Oké, ja, dat kan ook nog natuurlijk. Maar hoe lang zijn jullie nou zelf met deze informatie bezig? Nou, ik denk dat Dennis daar beter een antwoord kan geven. Want Dennis is eigenlijk de oprichter van deze band. En samen met Richard hier. Dus ja, als je niet erg vindt, dan geef ik het even door naar mijn compagnons. Ja, oké. Hallo. Kom maar eens even voor de microfoon. Dan moeten we jou hebben. Ja, goed zo. Nee, in 2015 zijn we aan het begonnen. Oké. Ja. Hoe heet het? Jij bent de oprichter van. Jij had zoiets van. Ik ga ze bellen. Even bellen, gele gids, had je toen nog. Ja. En ik heb bladeren op bladeren. Ben de B van Bladmuziek. Ja, toen kwam je in het eerste. Bij Bouwman, Dennis. Oké. Zo is het begonnen. En zo is het begonnen. Ja, dat drummer, hè. Ja, ik liep op straat en ik hoorde in de verte en ik denk, wat hoor ik? Ik lag mijn oor in de wind en ik zeg, ik luister. Door het raam. Ja. En wij schrijven geen muziek, wij maken muziek. Oké. En dat schrijven we soms wel op. Ja. Dus dat we dan zeg maar een houvast hebben. Ja. Maar meestal zijn we aan het jammen en dan ontstaat er van alles. Ja, oké. En als je dan zeg maar, want je moet natuurlijk als je gaat optreden, dan neem ik aan toch dat je wel steeds hetzelfde nummer speelt, neem ik aan bij. Is dat ook het geval? Of? Ja. Dat is het geval. We hebben dan een setlist zeg maar met patronen of thema's waar we in zijn. Ja. En het is mooi van Marek, die heeft dan de tekst op en met een naam. Mm-hmm. En dan kunnen we dat herhalen. Dus als jullie een nummer spelen, dan spelen jullie hem de volgende keer wel weer hetzelfde. Zeg maar. Ja. Okay. Alleen we hebben dan zeg maar een 3-minuten versie en een uur versie. Ja, nee, okay, maar omdat dus ook, snap je, dus, dat je niet, dat, dus niet elke keer een andere akkoord is geven. Dus op zich leggen jullie dan wel van, naarmate dat je het zeg maar hoe vaker speelt, weet je. Dat, ja. En het nummer is wel een vaste basis. Ja. Nou, dat is wel handig, dat vind ik wel apart om te horen. Ja. Dan wordt het wel goed, maar ik vind het wel apart. Ja. Zeker weten. De zanger hebben we net al gehad. De bassist. De bassist. En dan gaan we naar de bassist, dan gaan we nog eventjes, eerst eens even pleiten. Hallo. De bassist, jongen. Ja. Waar ben jij aankomen bij? Ook zo, je was op bassen en... Nou, ik was eigenlijk bij Eureka als ik toen. En toen hebben ze me gevraagd dat ik erbij kwam, ze zochten nog een bassist. Oké. Okay. Ja. En jij dacht van nou, dat ga ik doen. En je had ook al ervaring ermee verder? Of? Ja, zeker. Ja. Ja. En verder eerder bandjes al gespeeld? Of? Ja, een paar jaar geleden nog en zo. Dus. Ja? Ja. Ook een rockbandjes en dat soort dingen zitten? Ja, rockbandjes. Ja, dat is gaaf. Gewoon door blijven gaan ermee ook en zo. Ja, zeker. Nou, dat zit dan mooi aan. Maar goed.
Dan gaan we eerst maar eens eventjes voor een plaatje van jullie luisteren. Hè? Jullie hadden wat meegenomen. En dat is, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Welk plaatje is dat? Welke geheimen mogen luisteren? Ik denk het eerste nummer van de LP die hebben we opgenomen. Oké. Okay. Dus ja, zet maar aan als je wil. Oké, okay, we gaan hem. En hoe heet die trouwens? Dat is Golden Throne. Golden Throne van Lies at the Gate. Komt hier, we gaan even luisteren, jongens. You can't control me. My mind is wicked and my heart is gold. Not fair resistance. What feeling in my flesh and bones? In my flesh and bones. Shine down. Nummer, dacht ik zo. We hebben nog meer, de drummer ook nog te gaan om even wat vraagjes te stellen. En ik hoor net dat een vervangend band dit is, het is in plaats van vind ik ook heel interessant om te horen. En die gaan we ook nog eventjes op de stoel hebben. Kom er maar even bij. Goeiedag. Hey jongen. Zeg maar even wie? Ik ben Paul Lutgerink en ik ben gitarist van deze band. Ik ben er net twee keer mee aan het oefenen geweest. Oké, okay. Ja, en hoe bevalt dat? Prima. Ja, lekker. Het is net als ze zeggen, het is vooral jammen en daaruit komen gewoon die nummers voor en zo. Ja. En omgekeerd. En dat bevalt je wel? Dat is een prima manier van doen. Want, ja. Oké, okay, nou, dat is interessant om te horen. Je hebt ook zo aankomen waar ze hebben je al gevraagd. Dus hoe leg dat eruit? Hoe is dat? Ik ken de Marek van het varen. Ja,
Okay. En ik ken die andere jongens ook nog van het jammen van Eureka zo'n beetje. Ja, 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 ja. Tijd lang niet meer in Eureka gejamd en... Eureka, wat is dat? Ik heb dat eens vaker van gehoord. Leg dat er ook, dat mag ik voor meteen ook eens even. Als het dorp en plein is dat. Dat is ja. Dit een cultureel popcentrum. Okay. Een soort oudere jongerencentrum. Oh! Ja, oudere jongeren. Oké, en daar werden eens in de maand werden de jam sessies gehouden. Ik ben de afgelopen keer ook weer aan het jammen geweest. Ja, dat was nog wat ongelukkig. Iemand was er overleden. En na gedachten is er helemaal dus een jam sessie. En toen na die jam sessie hebben ze me gevraagd. Ja. Een paar weken terug. Oké, okay, ja. En jij dacht gewoon. Ja, te gek. Leuk. En ik kom er binnen en ja, je hebt gewoon inpluggen en spelen. Weet je. Ja, ja, ja. Je hoeft ook nergens over te praten, je kijkt gewoon van, oh ja, 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 gewoon meedoen en dan, ja. Dat is het gewoon allemaal vrij soepeltjes, makkelijk verloopt het op die manier. Ja, oké, okay. Ja, nou, dat is gaaf om toch, gaaf om te ja, oké, okay, weet je, ik bedoel, ben nog een andere bandjes actief geweest, maar dan zit je in zo'n huiskamer met mensen met zo'n elektronische drumstelletje. Ja, en voordat je het weet ben je, dat zei ik net ook al tegen hun, ben je weer van een YMCA aan het brullen, want ze willen weer in de feesttent spelen, weet je wel. Ja, ja, dat is hun ja, ambitie. Ja. Nou ja, dank je, weet je. En dan is dit is toch veel meer rock'n'roll, weet je wel. Ja, dat is een ding wat dat zeker is. Ja. Dat kun je horen ook gewoon. Ja, dat kun je zeker horen als we die ook gaan. Ja. En hoe lang ben je zelf bezig als muzikant? Vanaf mijn 14e en vanaf mijn 17e. Oké. Okay. Dus dat is een kleine halve eeuw. Ja, ja, ja. Maar niet onafgebroken met bandjes hoor. Dan weer eens 10 jaar hier en dan weer eens 15 jaar wel. Ja. Maar ik neem aan dat je dus ook wel met een beetje een nieuwe soort muziek te maken ook krijgt voor jezelf. Of? Is het moeilijk om er zo weer in te stappen? Want zeker al onwennigheid als je weer met dingen als. Maar dat heeft gewoon met techniek te maken. Met feedback en. Met feedback en volume moet weer ineens werken. Nadat je toch wel een beetje. Ja, braaf ben geweest, weet je wel. Met keurig dat koortje spelen en zo. Je kunt dit weer gewoon het janken en het galmen. Ja, precies, ja. Het is even wennen. Dat is Dat kom je zo in, hè, neem ik aan. Ja, op een gegeven moment ga je het vanzelf wel weer doen. De laatste keren dat je bijvoorbeeld bij je weken gejamd hebt, heb ik ook heerlijk lopen scheuren en doen. Oké, maar dat is fijn. Ik bedoel, dus je kunt het gewoon even oefenen, weet je wel. Ja, precies. En dan gaat het goed af. Gaat het goed af. Hartstikke mooi, man. Komt wel geluid uit. Ja, hartstikke goed. Ja, mooi. Dan gaan we even de drummer gaan nog eventjes op de spoel hebben. Nee. Ga je wel goed filmen hoor, want de drummer is zo'n mooi verhaal. Kijk, voilà. Hallo. Ja, de drummer of the band hebben we hier soort. Of niet. Ja. Jij bent dus ook eigenlijk zeg maar, een beetje vanaf het begin af aan een van de oprichters, hoorde ik ook. Ja, Richard en ik, Richard en ik dus van Eureka. Het is jullie schuld. Het is sowieso mijn schuld. Het is altijd mijn schuld. Oké. Ja, maar je bent de drummer, hè? En hoe lang ben je daar al mee bezig en wat voor bandjes heb je hiervoor gezeten? Ik drum al vanaf mijn vierde, dus echt leren drummen heb ik niet. Nee. Dat is gewoon tweede natuur. Het is gewoon er doorheen gekomen. Ja, ja. En ik denk dat ik zo'n beetje vanaf een jaar of 14 echt in mijn eerste bandje ben gaan drummen en eigenlijk niet meer gestopt. Nee. Met spelen van. Het is een verslaving, je bent de hoek dan geraakt. Helemaal, het is ons medicijn. Ja. Ik ken het werkt dus zeer goed daarop op een therapeutische basis. Helemaal, ja. Wat voor beentjes heb je hiervoor? Heb je het ook bij naam? Ik heb meegespeeld voor Roses. Oké. Ook. En wat meer gelegenheidsbeentjes. Gewoon bruiloft het partijen. Ja. Veel demo's in mogen drummen bij andere bandjes. Dan heb je met zoals je bruiloft speelt, heb je wel veel werk. Ja, maar bruiloft heb ik nog nooit gedaan. Dat was. Ik denk niet dat ze mij daar zoeken. Nee. Ik heb het dus twee keer ik, gedaan. De muziek die ze moet spelen beviel mij niet. Zeg. Nee, mij ook niet. Nee, bij mijn broer wel lekker stevig zijn. Dat kan ik niet, anders val ik zo in slaap. Dus ook. Nee, het moet wel lekker voorgaan. En als we dan vol gas gaan ook met de muziek, we gaan er nog eventjes heen draaien. En dan mag jij even mij gaan aankondigen. Ja, in het tukje ook. Dus dat soort dingen, die moeten talentenjachten zijn er ook nog wel. Oogst en Overijssel, ik weet niet of je dat kent. Kun je ook nog voor opgeven.
Dat zijn weer voor rondes zijn dat, voor de grote prijs van Nederland. Dus het is misschien ook een... goed. Ja, dat is ook misschien een idee. Ik geef jullie wat ideeën zo mee. Ja, dan nemen we zeker, weten we wel mee. Als ja. Achteraf na de show, weet je wel, na de radio-uitzending. Ja. En je had het ook nog over dat je ook een soort producer zelf bent. Dan wil je ook nog een keer bij elkaar bij heen. Nou, mijn idee is eigenlijk om, dus ons idee is, Dennis deelt mijn visie daarin denk ik heel erg. Om een ruimte te kopen of te huren voor onszelf, waar we onze eigen studio kunnen bouwen. Mm. Met eventueel een beetje alle Eureka, de sociale vereniging, maar dan puur ons eigen beheer. Ja. Zou ons het beste uitkomen. Ja, ja. En dat je dat als uitvalsbasis hebt, dat je altijd terecht kan, dat je je eigen muziek op kan nemen enzovoort. Maar vooral het gedeelte van eigen beheer is sowieso belangrijk. Ja. En wij de vrijheid gewoon te doen laten we willen. Ja, je kunt je tijd indelen wat je zelf wil. Heel hard. Ja, niet alleen voor muziek, maar ook bijvoorbeeld voor dichters, voor theater, voor kunst, kunstateliertjes. Alles in één, om een soort nieuwe kunststroom te creëren. Gewoon kunst, gewoon creatief. Collectief, creatief, collectief. Wat alle kunstenaar gaande gaat. Of gewoon muziek. Ja, natuurlijk. Dat is het belangrijkste. Veel vind ik zelf wel. Goed, jongens, we gaan het afsluiten. We gaan nog even een lekker plaatje draaien. Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker zitten. We zijn nog niet klaar om een plaatje te draaien. Dus, ik vond het een heel erg leuk en interessant interview zo met jullie drieën. Met de band. Ik zat het met ergens in mijn verstand, ergens anders. Wordt er wel tussen uitgeknipt. Jullie hadden trouwens ook nog, die ben ik even vergeten. Jullie hebben aanhang bij zich en die wil ook nog eventjes een naam stellen, want dat is natuurlijk de aanhang. Is ook belangrijk natuurlijk voor de band dat ook nog de aanhang is. 10 minuten, dan zitten we nog een uur. Oké, nou dan doen we eventjes hallo zeggen en dan gaan we geen maar pakken. Hoi. Hey, en jij bent? Claudia, jij bent de aanhang, support. Ik ben binnenkomen wandelen omdat ik Dennis kende en beloofd dat ik een keertje te komen kijken. Ja, je supporter bent zeg maar ook goed. Ja, en dan word je er vanzelf bij betrokken. Dat bevalt je? Dat bevalt je? Ja, het is leuk. Hartstikke mooi. Nou, dan moet ik ook zeggen, gewoon blijf het doordoen, support die jongens. Dat komt goed. En dan, gaan wij gewoon nog eventjes een plaat draaien. En dan doen we gewoon die even erop staan, hè? The 3 Days of Grace Bully, komt ie. We gaan jullie songs, alles gaan we nog draaien. Komt allemaal goed. We gaan afsluiten met de Rolling Stones, Painted Black. Dus ik zou zeggen tot de volgende week, tot een nieuwe pop-up. Doei! And I want to paint it black.